Welkom bij de presentatie over pneumatiek. Mijn naam is Wim Kluiters. Ik ga u laten zien hoe we beginnende leerlingen een leuke introductie kunnen bieden in de pneumatiek. Hoe we een pneumatiek practicum kunnen inrichten en hoe we pneumatische schakelingen kunnen simuleren op de computer. Wat heeft Vestel op het menu staan voor een introductie in de besturingstechniek? We beginnen met Bionics via microcontrollers en pneumatiek waar deze presentatie over gaat naar mechatronica basic en advanced. De doelgroep voor dit menu bestaat uit Mavo, HAVO en VWO techniek. Het VMBO techniek en de basis van het middelbaar beroepsonderwijs. De industrie zit weggestopt in grote fabriekshallen, buiten het zicht van kinderen. Het is daarom logisch dat kinderen in eerste instantie niet kiezen voor een beroep in de industrie, maar brandweerman, dokter of schooljuf willen worden. Toch worden nagenoeg alle producten die we gebruiken industrieel geproduceerd. Een technologie die hierbij veel gebruikt wordt, is pneumatiek. Met de Pneumatic Starter kunnen we kinderen laten kennismaken met deze technologie. Perslucht kan opgewekt worden met behulp van een fietspomp. Kinderen ontdekken spelenderwijs dat naarmate de druk hoger wordt, het pompen steeds meer moeite kost. De componenten worden geplaatst op een kleine profielplaat met behulp van een inbussleutel. De leerling leert zo welke kant je op moet draaien om iets vast te zetten. Aan de hand van Nederlandstalig lesmateriaal maken de leerlingen kennis met pneumatische componenten en schakelingen. Eerst in de vorm van doorsnede tekeningen en afbeeldingen, later in de vorm van schema's. Wil je meer dan een introductie? Dan kun je kiezen voor een LearnTop op een tafel of een LearnLine Trainer. De componenten kunnen eenvoudig geplaatst en aangesloten worden met snelkoppelingen en veiligheidsmeetsnoeren. De componenten kunnen netjes in de lade opgeborgen worden. Er zijn sets met pneumatische componenten, met bijbehorende Nederlandstalige opdrachten. Er zijn ook sets met elektropneumatische componenten, ook weer met bijbehorende Nederlandstalige opdrachten. De pneumatiek sets kunnen uitgebreid worden met aandrijvingen, zoals bijvoorbeeld een spiercilinder en een draaicilinder. Vacuum, het oppakken van producten met vacuumzuignappen. Veiligheid in pneumatisch aangedreven machines is belangrijk. Spanningsloos is zeker niet altijd de beste optie. Smart Maintenance: Pneumatische machines genereren big data, waardoor analyse en smart maintenance mogelijk gemaakt wordt. Storing zoeken: Er zijn diverse componenten waarmee de leerling kan leren storing zoeken. In de componentenset, maar ook in de simulatiesoftware Fluidsim. We zien hier een elektropneumatisch schema. De docent kan hierin één of meerdere storingen aanbrengen: bijvoorbeeld de draad tussen de startknop en het relais en de enkelwerkende cilinder. Draad geef ik een weerstandswaarde van 1000 ohm, de enkelwerkende cilinder een lekkage op poort A. Als we de simulatie starten. Dan zien we dat het relais niet schakelt. We meten een voedingsspanning van 24 volt. De spanning na de schakelaar is ook 24 volt. Maar de spanning op het relais is slechts 8 volt. Dat is te weinig om te schakelen. De leerling kan concluderen dat, we, dat de weerstand van de leiding te hoog is en de storing opheffen. Nu schakelt het relais. De enkelwerkende cilinder gaat niet uit, maar we zien wel dat er lucht naartoe stroomt. We meten een zeer lage druk. Conclusie, de cilinder is lek. Na het opheffen van deze storing werkt het schema weer goed. We kunnen het practicum uitbreiden met PLC-besturingen. PLC-besturingen van Siemens, Vesto, een Controlino of een andere PLC naar keuze. Naast pneumatische en elektropneumatische schema's kunnen we ook een PLC toepassen in Fluidsim. We kunnen zien wat er gebeurt in de PLC en daarbuiten. Deze PLC is combinatorisch geprogrammeerd in functieblokdiagram. Fluidsim bevat ook een PLC die we kunnen programmeren in de sequentiële taal GraphSet. Maar het is ook mogelijk om vanuit Fluidsim een koppeling te maken naar de Soft PLC van Codesys of TIA Portal, zodat je in alle talen daarvan kunt programmeren. U heeft gezien hoe we beginnende leerlingen een leuke introductie kunnen bieden in de pneumatiek. Hoe we een pneumatiek practicum kunnen inrichten met pneumatiek, elektropneumatiek en PLC techniek. Hoe we dit kunnen uitbreiden met aandrijvingen, veiligheid, vacuüm, smart maintenance en storing zoeken. Dat leerlingen praktisch pneumatiek kunnen bestuderen ook tijdens een corona lockdown met de simulatiesoftware FluidSim. Bedankt voor uw aandacht tot de volgende keer.